Hoe bevalt het als nieuwe Teddy Boy? Ja, wat moet ik erop zeggen? Dus ja, het is gewoon leuk om gewoon met mijn collega gewoon samen weer op de bühne te staan. En hoe bevalt het jou? Mij bevalt het perfect. Samenwerking is super. Net zo goed als met mijn broer. Maar mijn broer had er geen zin meer in. En wij gaan lekker door. Nou, hij vond het te veel reizen. Te vaak onderweg. Ja, en hij voelt zich op dat gebied... wil hij dat niet meer. Hij doet lekker leuk voor zichzelf een beetje. En ik heb even goed contact met hem. We zijn niet met ruzie uit elkaar gaan of zo, want de verstandhouding is heel goed. Bij elke radio waar we komen, kennen ze de Teddy Boys. En dan vind ik het eigenlijk jammer om in één keer de handdoek in de ring te gooien. Ik wil eigenlijk nog een beetje doorgaan, zei ik tegen hem. Maar hij zei, nee, ik stop ermee. Ja goed, en ik ken hem, Patrick. En hij heeft wel vaker bij ons gezongen. En zodoende zijn we met z'n tweeën verder op pad. Ik was een keer ergens aan het zingen en ik ben ook zelf drummer van mezelf uit. En Matt heeft me toen een keer benaderd om een keer bij hun te mogen drummen bij de Teddy Boys. Nou, en zo is het balletje een beetje gaan rollen. Maar toen zei hij van, goh, mijn broer stopt ermee. Wil jij de nieuwe Teddy Boy worden? Ja, hij zei, wil jij niet overnemen? Ik zeg, met alle plezier, dus waarom niet? Nee, we gaan gewoon lekker verder en we maken leuke muziek. Dus iedereen is er blij mee, dus, en wij zijn ook blij, dus daar gaat het om.